Rugbyclub Het Gooi werd dit seizoen voor de 5e keer in de geschiedenis landskampioen. En dat moest gevierd worden. Onder feestelijke klanken van de Wallenkraaiers liep de Marktstraat in Adervesting helemaal vol met spelers, officials en trouwe fans om de verdiende huldiging bij te wonen. Niet zo vanzelfsprekend eerder dit seizoen. In de kampioensgroep nog vierde geworden. Met een aantal clubs voor jullie. En dan uiteindelijk toch die beker pakken. Waar is de beker? Hier. Ik was niet bij de finale. En dat was beleid. Dat was over nagedacht. 4 jaar geleden, toen jullie in de finale stonden, was ik er wel bij. En toen lukte het niet. En wij zijn niet bijgelovig, maar we hebben toen in het college gezegd. Met Oude Jelbe gaat. En ik blijf thuis. En wat gebeurde er? We wonnen. Vanuit de gemeente werd een cheque overhandigd. En de club kreeg de bronzen erepenning van de gemeente Gooise Meren. Als blijk van waardering voor de mooie prestatie. En de sportieve voorbeeldfunctie.